En hallo mensen, tof jullie kijken naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Rodney en ik speel je vandaag een potje Domination op de map Persidect. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar don't blame on me. Ik speel vandaag met de enige echte NV4 en daar heb ik op staan de ELO, de Grip, de Quickdraw en de Suppressor. En ik heb Ghost en de Cluster Grenade, Tracker en Pinpoint aanstaan. Dat is het hele rijtje achter elkaar. Zo, dus wat gaan we doen? We gaan proberen een prachtige score neer te zetten op Domination. En op een of andere manier, wat ik altijd doe eigenlijk, ik pak altijd vlag. Ik ben niet echt... Ik ben daar een beetje te veel een... Oh, wauw. Lol. Ik ben, wat ik ondertussen doe... Ik zie mensen erbij zitten, dat is niet zo'n goed plan, omdat ze volgens mij niet van ons zijn. Kom teammates. Kom op. Doorlopen. Deze ook kunnen als we A kunnen pakken, zou dat prachtig zijn. Oké, jongens. Help op B. Help hier. A. Als je A en B, dat is een hele makkelijk en heel makkelijk met elkaar te verdedigen. Oh. Oh, dat is ook nog een leuk ding. Ik ben specialist als mijn, wat ik aan heb staan. Ik weet niet precies hoe het heet. Excuus daarvoor. Maar als ik, als een enemy mij ziet en ik zie hem niet zoals nu, dan heb ik dus het werk, dan wordt mijn scherm werkelijk gewoon geel. En met Pinpoint komt er een mooi lijntje om van alles heen te staan als je daar bent. Taking Bravo. Friendly drone support is active. You hold all points. Defense is your team to see. Okay. Drone support is active. Ik probeer, zoals jullie ziet, ik loop echt alleen maar langs die vlag. Zie je daar wat hij werd geschild? Dat is heel handig. Dat is echt super chill. Ach, god, ik zag niet waar die stond. Oh, ik sta 1-4. Weet je, dat is misschien een beetje lelijk, maar zoals ik zei, ik pak echt vooral vlag en dat raad ik echt aan. Er komen er een paar. Ik zeg het je. Ik kijk scheef, ik weet het. Sorry, maar ik hoorde je. Het duurde misschien een beetje lang. Hey jongens, B. Oké, B is gered. Dankjewel. Oh, de era. Echt één supersterk ding, alleen ik heb geen idee hoe ik dat ding moet gebruiken. Waar zit hij? Er zit er nog eentje na. Oh, zo jammer. Ja, jullie zien het. Ja, ik hoef het niet uit te leggen. Ik speel heel erg op lachen. The enemy is taking A. Sorry man. Ik wil eigenlijk even B pakken, jongens. Ik kan niet in mijn eentje, daarom loop ik nu even langs. Oké. En nu ga ik er wel naartoe lopen. Oké, jongens. Opletten, hoeken. Ah, ik had hem niet, maar wel de vlag, daar gaat het in mijn ogen om. Ik sta nu daadwerkelijk negatief, maar toch best wel hoog, omdat ik heel veel vlaggen pak. En vlag geeft echt veel punten, jongens. Kieskind. Wat? Ja, ik zit, ja, weet je. Twee. Het is en blijft toch echt. Het is echt. Assault Rifles waren eerst zo sterk en nu is het is echt bijna niks meer. Oh. Weet je, nu kunnen we die vlag kunnen best even missen. Oh, we hebben hem. Ik dacht een vlag. Ik dacht dat het B kwijt waren. Misschien was dat alleen mijn idee.
Kijk, ik heb nu in dit geval 5 captures. Waarom ik echt extreem over captures praat, is omdat ik eigenlijk daar hiermee iets duidelijk wil maken. En dat is eigenlijk heel simpel. Captures, met captures krijg je, ik heb dit geval, ik sta negatief. En nog steeds sta ik, relatief niet heel ver onder de rest. Dus ik sta wel boven hun. Ik weet niet dat mijn teammates hele dikke scores niet zetten ofzo, maar... Het idee is in ieder geval heel simpel. Als je een, weet je, het eigenlijk is een beetje de boodschap, als je een objective speelt, een objective game speelt, speel er dan ook echt voor, weet je. Dat is echt belangrijk. En dan kan je ook meetellen dat je heel vaak heel veel punten krijgt bij dat soort dingen. Ik tikte ze net tegen mijn mic aan. Excuus. Securing B. Opletten. En door. Enemy at Alpha. Oh, ik had bijna die tweede ook, hè? The enemy launched a counter UAV. Ik ze hebben nu C, dat maakt mij helemaal niks. Oh, ze hebben C, ze hebben A, A niet. Oh, waarom wil ik die tweede nog hebben? Ik weet het niet. Ik heb een beetje... Enemy scarab active. Jongens, ga erop af. Ga erop af. The enemy is taking Alpha. Enemy at Alpha. Sector has A. Zo. Oh, ik was nog heel laden, mijn schuld. Dat had toch wel iets beter gekund op zich. Secure C. Losing Bravo. Jongens, dit moet wel. Soldier, get to Bravo. You're needed at B. Charlie secure. Oh, mooi, 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 mooi. Als we die twee vlag houden, dan kunnen we nog gewoon verliezen, jongen. Assist your team at Bravo. Assist your team at Charlie. I have identified an enemy UAV in your vicinity. Sector has C. A secure. Ik weet niet waar die is, Ik weet niet waar die is, nee. You're needed at Alpha. Op het algemeen kan je dan er maar best gewoon blijven liggen. I have identified an enemy UAV in your vicinity. Enemy scarab active. Oh, dankjewel, Tino. Een fietsje harde safe hier. Ja, ik hoorde jou al. Oh, had ik het serieus geen één? Oh, wow. Dat wordt gebeld. Oeps. Ik had het heel laat door. Excuus. Ah, ik heb al 9 caps op het moment. Echt wel fucking veel. Ik zie het al, die enemies weten ook al dat hun. Kop teammates. Help nou. Ah, ik had hem bijna. Die enemies weten, die hebben ze te zien ook al door. Dat als wij die twee vlaggen hebben, dat hun gewoon nog kunnen winnen. Kijk die kant, Oh wow, Oh my god. Jongens, we moeten met z'n meer man op die vlag. Met z'n allen op die vlag. Ja, we hebben hem, nice. We hebben hem helemaal pakken. Oké. Kijk, nu dit gewoon vasthouden, dan gaan we gewoon nog winnen. Ik moet nog maar een tweede ook zover ik het zo doe. Had ik alleen te snappen, dat is misschien een beetje raar aan de enemies. Oh, lol, ik had toen kunnen weten dat hij daar aan het doen ging. Kijk, even opletten. Als ons nu dominator, dan is het heel moeilijk te vlaggen. Oh ja, ja nu gaan we dus echt de verkeerde kant op. We hebben nu helemaal geen vlag meer, jongen. Heel goed. Ik ben trots op je. The enemy has a drone package. Jongens, als we hebben nu gewoon een tijdje gewoon even 3 vlaggen gehad. Dat is echt niet chill.
lost your team at sea. Sorry dat ik een beetje sta te campen, maar ik moet toch wat, weet je. Dus hier moeten nu wel echt, twee vlaggen hebben. Of dat ik overleef, weet ik zelf ook niet. Oh mijn god. Hoe kon ik jou niet hebben? Dat vraag ik me nu echt af. Die zitten nu al, ze komen nu heel dichtbij. En we gaan gewoon verliezen. Oh, waarom had ik hem niet? Waarom had ik hem niet? Ja, en nu gaan we verliezen. Dit is zo jammer. Ik probeer zo'n mooi voorbeeld te geven dat ik de vlag moet pakken. En ik durf nog te zeggen dat het niet aan mij lag op deze manier. Dit is heel dom. Ik begrijp dat heel goed. Oh mijn god. Ik durf toch wel te zeggen dat het niet aan mij lag. Enemy UAV in your vicinity. Oké. Als we nu twee vlaggen pakken, dan winnen we. Maar die hebben we waarschijnlijk niet. Maar we hebben wel twee vlaggen, wat? Nee, we hebben hem niet zover. We gaan gewoon nog winnen op deze manier. Als we nu die vlag houden, winnen we gewoon. Ga niet campen. Friendly drone support is actief. Enemy movement is hot. Triangulating. Scarab ready for use. Nee. En dat is eerst geworden, goed. Dat is mijn koptelefoon af. Kijk. 14 captures. Prachtig. Bam. Zo, die ventje. Team, super goed gedaan. Ik sta dan misschien negatief, maar weet je, het is niet heel erg. Een kijk daar komen hoor. Check. Prachtig. Wat ik hiermee duidelijk wil maken eigenlijk, jongens. Ondanks dat deze guy veel meer kills had. Dat zie je echt. Kijk, het scheelt in dit geval met 10 punten per toeval. Maar weet je. Ik heb iets moois gekregen. Oké, mooi. Zo, zoek jij maar even uit. Wat je hier dus kan zien, heel simpel gezegd. Hier, ik laat het gewoon even zien, dus dat lijkt niet, het is niet een soort van tutorial, maar meer een soort van duidelijkheid, een soort van tip aan jullie. Is, ik heb, als je kijkt naar het scoreboard, ik heb 20 kills en 26 deaths. 60 maar 26 deaths. 14 captures, 3 defense. Die 3 defense doen niet zoveel toen, daar krijg je niet heel veel punten voor in principe. Degene onder mij hebben allemaal meer kills dan mij, tenminste de tweede en de derde hebben meer kills dan mij. Zijn ongeveer even vaak dood gegaan als mij, een beetje daaromheen. Maar het scheelt in dit geval scheelt met de tweede scheelt het ongeveer 14, die scheelt dus 14 kills en even kijken, 5 deaths. Wat hij in zijn voordeel is naar mij. En dat scheelt uiteindelijk scheelt dat maar 10 punten. De andere woorden, die captures brengen echt veel punten op. Laat het kunnen openen en dat doen we ook gewoon nog bij. Het is gewoon all inclusive, weet je, waarom ook niet. Kijk, nee, niks en... Ja, zo is, ja, dat is jammer. Ze zien zeg maar al mijn supply drops eruit. Zo jammer. Maar ja. Ik kreeg het laatste ook omdat ik gewoon bij service bonus gewoon 190 had staan. Ik was van, aight, chill. Maar, er is niet zoveel bijzonders aan dus. Wat dus wel belangrijk is, pak die punten. Want ik weet dat je team deathmatch, moet je gewoon knallen. Free for all, moet je gewoon knallen. Domination, vlag, pak die vlaggen, search and destroy, ja. Plant de bom. Hardpoint gaat de hardpoint zitten, krijg je ook punten voor. En ga zo maar door. Kill confirm, pak de confirms op. Confirm die dingen. Frontline, ik weet niet wat die game op het inhield. Nog steeds niet vanaf de andere keer. Vanaf de vorige keer en de defender weet ik eigenlijk ook niet. Ik denk dat het iets met uplink, soort uplink te maken heeft. In ieder geval, pak die objective. Doe mee in die objective. Dat is echt, zo help je jezelf met punten. Zo help je jezelf, zo help je teammates met het scoren van de overwinning. Want op die manier, in dit geval domination, helpt dat echt. Dus in ieder geval, als jullie van deze video genoten hebben, doe dan zeker even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te reageren en te abonneren op mijn kanaal hier beneden in de beschrijving. Of waar het ook staat, want dat verandert zo hier en daar nog wel. Dus ik zeg het wel eens op een andere manier. Dus so far, in ieder geval, hartstikke bedankt voor het kijken. Zeg ik later, dag en doei.